lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou? Wat brengt hij mij? Wat brengt hij jou aan mij? Mevrouw Suikerspin, weet u wat voor dag het vandaag is? Een hele zonnige dag. Ja, ja, dat ook. Maar wat voor dag het echt is? De grote opruimdag. Gisteren hadden we heel veel kinderen in het park en was het heel gezellig. Maar nu moet er even opgeruimd worden, hè? Trouwens, kunt u niet even helpen? Nou, dat kwam ik dus net vertellen. Want ik was net in mijn agenda aan het kijken en ik zag dat we vandaag heel hoog bezoek kregen. Oh ja? Wie dan? Ik weet dat jullie een dagje naar het strand zijn, hoor. Nee. U weet toch dat er een heel groot feest aan zit te komen hier in de Julianatoren? Het mega Sint-spektakel! Oh, dat wordt geweldig! Met heel veel shows, Piet de Disco, Sinterklaas en Americo en niet te vergeten de mega Sint-show! En je kunt een Pieten-diploma verdienen! Ja, precies! En vandaag komt de organisator van het grote spektakel langs, Party Piet Pablo! Want die gaat natuurlijk optreden in de grote show en alle kinderen kunnen hem hier op het park in het echt ontmoeten! Oh, dat meent u niet! Maar wat komt hij vandaag eigenlijk doen? Nou, hij komt dus alvast repeteren voor de grote show samen met Love Piet! Maar wat heb je dan, Pablo? Ja, ik weet niet, Love Piet. Er komt gewoon geen geluid meer uit. Ja, maar hoe moet dat nou als alle kinderen en ouders naar het mega Sint-spektakel in de Julianatoren moeten komen? Moeten ze toch je hits kunnen horen? En moet het één groot feest worden? Hoe moet dat nou? Nou, als alle kinderen gewoon een beetje zachtjes zijn, hè, en hun hand voor hun oor houden, kunnen ze vast, ja, redelijk veel horen, denk ik. Ja. Maar ik moet toch een beetje zorgen, Pablo. Nee joh, Love Piet. Kijk, Love Piet. Hier is het dus, de Julianatoren. Wauw, Pablo, te gek! Ja, zullen we kijken of meneer Kaatsgraaf thuis is? Ja, leuk, ja? Kom! Kom. Oh, ik ben toch zo benieuwd hoe de mega Sint-show eruit gaat zien in het Joël Julia Theater. Anders ik wel. Met de baas van de Julianatoren, meneer Kaatsgraaf, waarmee kan ik u van dienst zijn? Hallo, met Party Piet Pablo, ik sta voor de poort. Dat meen je niet! Het is hem! Party Piet Pablo! Echt waar? Wat zegt hij? Hij zegt dat hij voor de poort staat. Maar hij praat wel een beetje raar en een beetje zachtjes. Zeg dan snel dat u eraan komt. Snel dat u eraan komt. En ik bedoel, en ik kom er snel aan. Oké, super. Tot zo. Oh, het was hem echt. Oh, spannend. Dan gaat u nou snel. Oh ja, ik ga snel. Ha, Love Piet! Dag Party Piet Pablo! Van harte welkom in de Julianatoren! Hé, hey, meneer Kaatsgraaf! Hé, hey, meneer Kaatsgraaf! Ligt het nou aan mij of praat Party Piet Pablo een beetje raar? Ja, dat hoor je goed, meneer Kaatsgraaf. Pablo is zijn stem kwijt. Ik denk dat hij last heeft van een peperliep. Een peperliep? Een peperliep? Oh nee toch, een peperliep! Zeg, wat is een peperliep eigenlijk? Salet? Een peperliep, dat is een soort polyp. Dan zitten er knobbeltjes op je stembanden, waardoor je stembanden dus niet goed meer sluiten. Er komt valse lucht doorheen en daarom praat je dus heel erg hees. Guus Meeuwis en Jan Smit, die hebben er ook heel erg last van gehad. Maar nu heeft Pablo dus een pepernoot op zijn stembanden. Maar dat kan helemaal niet, joh. Ik moet hier bij het mega Sint-spektakel in de show staan. Ik moet mijn hits gaan zingen. Ik moet Sinterklaas ontmoeten. Ik moet de kinderen hallo zeggen. Hoe nu? Misschien heeft mevrouw Suikerspin wel een oplossing. Is mevrouw Suikerspin er ook vandaag? Ja, natuurlijk is mevrouw Suikerspin er. Nou, kom heen! Ja, ja. Ik ga erheen. Dus nu hebben we een groot probleem voor het spektakel hier. Oh, dat is zeker een groot probleem. Ja. Wacht, ik heb de oplossing. Misschien kan meneer Kaatsgraaf de rol van Party Piet Pablo overnemen. Maar u denkt toch niet dat de kinderen voor mij komen? Ze komen deze dagen toch speciaal voor de Pieten en voor Sinterklaas? Ik weet zeker dat u het kan. Ik vind het helemaal niet zo'n slecht idee. Maar ik ken de teksten helemaal niet. En ik weet helemaal niet hoe ik moet strooien en zo. Luister goed, ik kan het je leren, oké? Okay? We gaan oefenen, oké? Okay? Nou, ja. Oké. Okay. Kom mee, kom mee. Wat is er nou, Love Piet? Zeg nou wat er is. Ik wou zo graag Party Piet Pablo tijdens de show verkering vragen.
Maar nu neemt meneer Kruisgraaf zijn rol over in de show. En moet ik hem verkeringen vragen. Maar ik hou helemaal niet van snorren. Oh, maar je hoeft hem toch geen verkering te vragen? Ik wou zo graag dit jaar samen met de kinderen in de show Bartie Pablo verkering vragen. Ik wil zo graag een vriendje tijdens het Sinterklaasfeest. Ja, nu snap ik er helemaal niets meer van. Ben je nou verliefd op meneer Kaasgaaf of op Party Piet Pablo? Party Piet Pablo, al heel lang. Daarom ook ons liefdesliedje Pietenliefde. Pietenliefde, ik doe alles met jou. Pietenliefde, omdat ik jou vertrouw. Beleef met jou mijn avonturen, nee. Ik hoop echt dat dit nog lang mag duren, want hè. Is Pietenliefde. Het is Pietenliefde. De Pieten zijn erbij. Lijp, dat zijn wij. Het is de move voor jou en mij. En dan... Gaat het lukken? Ja, ik ga het proberen. Ja. Oké. Okay. De Pieten zijn erbij. De Lijp... Even kijken. Kijk, meneer Kaasgraaf. De clip gaat zo. Dit is de Pieter Sinterklaas move. De Pieter Sinterklaas move. De Pieter Sinterklaas move. Wij zijn te gek. Oh yeah, wij zijn te gek. Wij zijn te gek, oh yeah, wij zijn te bij. De Pieter Sinterklaas. Ja. Ja. Allemaal. Oh, zo. Een beetje huppelen, je bent dus een Piet, hè? Een beetje huppelen ook. Je bent een Piet nu, ja. Oh, een beetje. Bij huppelen, ja. Ja. Een beetje goed huppelen zo. Oh, ja, ja, ja. Ja. De Pieter Sinterklaas moet. Ja, ho, die ook. Die, ja, zo, ja, en huppelen. Ja, huppelen. Ja. Als jij verliefd bent op Party Piet Pablo, wie moet jij dan verkering vragen? Party Piet Pablo? Juist! Wij moeten er dus alles aan doen om Party Piet Pablo mee te laten spelen in het Mega Sint-spektakel. Zodat jij met alle kinderen hem verkering kan vragen. Maar hoe wilt u dat gaan doen dan? In mijn suikerspinhuisje heb ik een receptenboek. Al het snoep van de Julianatoren staat in dat receptenboek. En... wij hebben ook heel veel shows. En soms hebben de artiesten ook wel een beetje last van hun stem. Ik weet zeker dat er een middeltje in staat tegen poliepen. En misschien helpt dat ook wel tegen peperliepen. Oh, wauw, dat meent u niet. Zullen we het gaan proberen? Ja, super tof. Ja, wij zijn Stoere Pieten. Wij zijn Stoere Pieten. Ja hoor! Ja. Huppelen, huppelen, huppelen! De Pieter Sinterklaas move! Ja! Ja! De Pieter Sinterklaas! Hij boze! Ja! Wauw, de Kaasgaaf! Ja, ja, dat ging echt al supergoed! Als de show begint, dan moet je ook als een groot artiest opkomen lopen, hè? Echt als een heel groot artiest! Dus ik zeg zo... dames en heren, jongens en meisjes, hier is meneer Kaasgaaf! Hey! Nee, mag maar ietsjes meer, hè? Ietsjes meer echt groot, hè? Dus, dames en heren, jongens en meisjes, hier is meneer Kaasgraaf! Hey! Oké, dan gaan we nog heel even oefenen, hoor. Oh. En dit
moet het zijn. Oh, mevrouw Suikerspin, ik ben zo benieuwd. Nou, probeer het maar. Wie? Jij. Ik? Maar mevrouw Suikerspin, ik heb toch helemaal geen paperliep? Nee, maar dat doet er niet toe. In het receptenboek staat dat je het gewoon kunt proberen. En als het werkt, dan ga je eventjes hoog praten. Dus we moeten straks kijken of het bij Party Piet Pablo ook werkt. Als hij hoog gaat praten, dan is het gelukt. Nou, oké, dan probeer ik het maar, hè. Probeer het. En praat ik hoog? Ja! Gaan. Kom! Oh, ja, de Pablo! Kom op! Nou, meneer Kaasgraaf, je moet dus ook om de show heen pietsen, hè? Dus je moet goed kunnen zwaaien naar de kinderen. Je moet goed kunnen huppelen als Piet. Je moet goed de staf vast kunnen houden. Je moet goed kunnen klimmen. Allemaal, hè? Dus dan gaan we even oefenen, oké? Okay? Moet het echt? Ja, meneer Kaasgraaf, wilt u dat het spektakel hier gaat plaatsvinden of niet? Ja, natuurlijk. Nou, dus dan gaan we gewoon even oefenen, oké? Okay? Oké. Okay. Was één groot feest. Ja. Hop, 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 hop en neer. Swing, 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 heen en weer. En stop. Hop, 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 hop en neer. Swing, swing, swing en zakken. En stop. Zakken. De Pieten die zijn uber stoer. Kom op die voetjes van de vloer. Ga dit jaar echt op tour. Want ik ben lieve Sinterklaas is er elk jaar bij. Speciaal voor jou, want hij maakt je blij. Dus sta je stil, een pakje kan. Samen jumpen wij deze dag. Hoger. Ja, goed. Stop maar, jongens. Wij hebben de oplossing? Nou, als dat zo is, dan ben jij mijn reddende engel. Wij hebben een drankje gemaakt. En als u deze drinkt, dan is de peperliep gelijk verdwenen. Moet dit? Ja, Pablo, kom op. Dit moet. Ja. Drinken. Oké. Okay. Ja, dat werkt natuurlijk nooit. Mijn stem! Doe maar rustig, Pablo. Het is maar heel eventjes. Gewoon even door blijven praten. Heel eventjes? Ik moet de show gaan spelen. Ik moet kinderen hallo zeggen. Ik moet hem... Hallo? Hey, hij is terug. Ben ik even blij. Oh, je bent weer terug, Pablo. Joepie. Ja, eindelijk één groot feest. Nu kan alles hier weer doorgaan. Het mega Sint-spektakel. Ja! Ik ben zo blij dat alles weer goed is. Ja. Oh, en nu wordt het echt één groot feest. Ja, op 19, 20 en 26 november wordt het fantastisch. Het mega Sint-spektakel hier in de Juliana-toren. Wat is er eigenlijk allemaal te doen, Party Piet Pablo? Het theater is de mega Sint-show met Sinterklaas, Love Piet, Meisjes Piet, de Slechterik en ikzelf. Een groot feest met de grootste hits. En je hebt de dansinstructieshow, de Pietendisco. Je kunt Sinterklaas ontmoeten. Je kunt Americo aaien. Je kunt je Pietendiploma halen. En er is een heel gaaf uitzwaaifeest. En er zijn ook ontzettend veel Pieten. Ja! Wauw, wat is het veel, Pablo. Ja. Maar kunnen de kinderen dan ook in de attracties? Ja, zwaaien en draaien allemaal. Nou, dus ga snel naar onze website en zorg dat je die tickets hebt. Ja. www.julianatoren.nl. Ja, en we zien jullie graag allemaal bij het Mega Sint-spektakel! Bestel nu je tickets voor het mega Sint-spektakel. Ga naar julianatoren.nl.